Afgelopen nacht is er een einde gemaakt aan de demonstratie in het Erasmusgebouw aan de Radboud Universiteit. Studenten hielden sinds maandagmiddag de tweede etage van het gebouw bezet om aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. Gisteravond bezetten 30 tot 50 studenten de tweede etage van het Erasmusgebouw van de Radboud Universiteit. De studenten waren van plan om te overnachten in het gebouw. Ze eisen dat de universiteit de banden verbreekt met Israëlische instanties. Wij gaan door met druk opvoeren totdat die eisen zijn ingewilligd, totdat de banden met medeplichtige universiteiten verbroken zijn. Is het klaar? Er is een genocide gaande. We kunnen niet klaar zijn. We hebben een plicht om te blijven strijden totdat onze universiteit, de instituties waar wij ook waarde aan hechten, niet meer medeplichtig zijn in die genocide. Dus nee, we kunnen niet stoppen totdat die banden verbroken zijn. Tot het laatste moment was er overleg tussen de studenten en het universiteitsbestuur. Om 11 uur kregen ze het formele verzoek om het pand te verlaten. Toen dat niet gebeurde, greep de mobiele eenheid in. Dus wij zullen deze barricade verwijderen en dan komen we u ophalen. Okay. Als u zelf straks vrijwillig wilt vertrekken, kunt u zo bij mijn mensen melden. Ja, we gaan één voor één. Kom maar, voorlopen. Jij erbij ook. Niks dan. Zeker de doelen zagen, dadelijk. Ten eerste schandelijk dat de universiteit gewapende mensen afstuurt op haar eigen studenten. We zitten hier in een situatie waarin we al 8 maanden protesteren tegen die medeplichtigheid in een genocide van de universiteit. Wij kregen daar maar geen gehoor in. De universiteit wil ons steeds niet aanspreken met onze eisen in het achterhoofd. En daarom voelden wij de noodzaak om een vleugel van het Erasmusgebouw te bezetten. De demonstranten werden 1 voor 1 naar beneden gehaald. Enkele hadden zich ook vastgeketend. Rond 12:30 was de ontruiming voltooid. De demonstranten werden toen in een busje afgevoerd naar station Nijmegen-Dukenburg. Niemand is aangehouden.